Hey, ja, nu wil ik je verder niet pushen, maar zou ik misschien even het zenuwcentrum van de pushberichten even mogen zien? Nou, dat mag wel even. Ja? Ja. Joost, mag het weten. Hoi Joost. Soms krijg ik pushberichten wat ik niet echt breaking news vind. Daarom vroeg ik me af, hoe wordt nou bepaald wat een pushbericht is en wat niet? Lisa, super interessante vraag. Ik ga eerlijk met je zijn, ik heb ze zelf niet aanstaan. Maar ik ben wel benieuwd hoe het zit. Daarom ben ik bij de NOS. En ik heb een afspraak met Gerard de Kloet. Hij is chef online en hij kan je precies vertellen hoe dit zit. Daar zit hij. Gerard, Hi. Jij bent chef online. Ja. Wat doe je? Ik mag een beetje de baas spelen over alles wat we bij de NOS online doen. Dus dat is voor de website, voor de apps, maar ook voor de social media. Wat we op Facebook doen, wat we op Twitter doen, YouTube. En je bent ook de chef als het gaat om de pushberichten. Ja. En wat is nu dan de formule waarop gebaseerd wordt of iets een pushbericht is of niet? Er is geen gouden formule. Dus wat we eigenlijk altijd doen is met een clubje van 3 mensen. Dat is met iemand, de lid van de hoofdredactie, de eindredacteur online die er op dat moment zit. En iemand die aan de nieuwsdesk zit. Is dat we even heel snel bij elkaar komen van oké, vinden we dit een pushbericht? En dan gaat het echt over berichten die opkomen. Er gebeurt nu iets, we krijgen iets binnen. We weten zeker dat het klopt. En dan, bam, dan kan die eruit. Wij bijvoorbeeld rechtszaken. Dan is het al van tevoren bekend. Natuurlijk weet je dat die uitspraak er komt. Dus dan heb je al van tevoren bedacht, vinden we dit wel of niet een rechtszaak die we gaan pushen. Ja. Bij dingen die bijvoorbeeld in het buitenland onverwacht gebeuren, aanslagen. Londen was dan bijvoorbeeld een voorbeeld. Daar laat je het van afhangen. Van weten we al hoe groot het is? Hoeveel slachtoffers zijn erbij gevallen? Dat telt toch ook mee. Weten we zeker dat het een aanslag is? Nou ja, en dan moet je heel snel beslissen van oké, we doen het wel of we doen het niet. Wat is nu het meest gelezen pushbericht van het afgelopen jaar? Dat moet ik even goed nadenken. Dat ging denk ik over de aanslagen in Londen. Maar ook bijvoorbeeld de dag van de verkiezingen vorig jaar. Wat zijn nu de meest gepushte onderwerpen van het afgelopen jaar? Sport springt daar echt ver uit bovenuit. Nou, Max Verstappen hebben we volgens mij best veel dingen over gehad. Maar ook bij het voetbal. Vorig jaar natuurlijk de Oranje Vrouwen. Die heel veel en heel veel onverwacht wonnen. Dus dat waren denk ik ook een stuk of 6-7. En welk pushbericht is er, of nou ja, is niet eens een pushbericht geworden, maar wat is er bijvoorbeeld afgeschoten waarvan jullie dachten, ja, kan wel, maar is niet per se heel relevant? Bij dingen met het weer bijvoorbeeld, weeralarmen. Daar hebben we wel eens ook momenten gehad dat we dachten van, nou, we doen het niet. En dan bleek het toch veel meer gevolgen te hebben. Naar hoeveel mensen gaat nou zo'n pushbericht? Volgens mij is de app nu... staat op ruim 2 miljoen telefoons of apparaten. Toch een spannend moment altijd. Nee, dat blijft, weet je, ik heb hem nu best veel verstuurd ook wel. Ja. Maar het blijft altijd spannend. Je haalt er ook altijd nog iemand bij van, hey, vooral die spelfouten vind ik het meeste tricky. Ja. Hey, nu wil ik je verder niet pushen, maar zou ik misschien even het zenuwcentrum van de pushberichten even mogen zien? Nou, dat mag wel even. Ja? Ja, kom er even. Okay. Ja, het gebeurt dus hier. Merlijn zit er nu, die is nu de eindredacteur van dit moment. Je ziet het daar staan, het NOS Nieuws Alert, waar je dus invult of je het voor nieuws of sport doet. Je doet de tekst erin en je sleept het bericht erbij. En dan klik je op, voorvertoning heet het dan, maar dat is gewoon waarmee je hem wegstuurt. En je krijgt nog een tweede veldje van, weet je wel zeker dat je dit wil versturen? Nou, en dan gaat hij de deur uit. Ja, dus Lisa, als het gaat om pushberichten, blijft altijd wel een beetje een menselijke beslissing. Ja. Zeker. Maar berichten over aftredende politici, over sport, over aanslagen, dat soort berichten kun je in ieder geval altijd verwachten. Ja, mocht je nu ook wat afvragen, laat het even achter in de reacties en dan beantwoord ik jouw vraag misschien wel volgende week woensdag in Joost Mag Het Weten. Ik ga weer de deur op zoek. Later. Q-music. You make us cute.